Hey! Hallo dames en heren, of beter gezegd, hey mensen! Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Steven. Ja, voor de mensen die op school zitten, gaan we dit sowieso grappig vinden. En ik vind het grappig vooral om dit te maken. Mijn school, je moet hier niks achter zoeken. Maar welkom kijkers bij deze video. Hier is speciaal voor jullie 10 soorten leerkrachten. Laat zijn motto janken van de stoere klanken, ja mijn hart weer sneller slaan. Laat zijn klanten gillen, dat is wat wij willen, want we gaan er tegenaan. Als er niemand jou nog helpen kan, jij is je laatste redding dan. Het is een beest dat op vier wielen staat, met een gouden hart van staal. Oké, klas, dit moet mooi gezongen worden. En ook met het instrument dat jullie bespelen. Oké, iedereen klaar? Ja, oké. Dan beginnen we eraan. Het is R-O-X, alles of niks. Koning van de dag, Roos komt eraan. R-O-X, alles of niks. Oké, leerlingen, we gaan vandaag een vlieger proberen maken. Je doet eerst zo, daarna doe je dit, ja, goed zo iedereen. En dan doe je weer dat, zo aan de andere kant. En dan doe je met je duim hier een beetje. Ja, goed zo. En dan heb je een vlieger. Oké, hallo leerlingen allemaal, welkom bij rekenen. Oké, heeft iedereen zich in zijn bakje gestoken? Ja, alle gsm's zitten erin, goed zo, beter dan vorige keer. Oké, we beginnen met rekenen en jullie moeten dat kunnen voor later, hè? Heel erg belangrijk. Oké, we beginnen eraan, klas. 50 delen door 8. Wat kom je dan uit? Leerlingen, dit moeten jullie 14 minuten doen. Jullie moeten dit doen. Zorg er wel voor dat je roep, je armen strekt en je benen wijd open. Ja, vraag maar. Oké, leerlingen, we gaan vandaag een hele middag wasplooien. Voor de leerlingen van Grootkeuken. Ze hebben geen handdoeken nodig, maar dat is voor ons. Hè. Zorg er wel voor dat het goed is, want we zitten met een bekende op school. TV Tibbe is een leerling, jullie kennen die. Hè. Maar zorg ervoor dat het goed opgeplooid is. Want anders gaat het nu weer moeilijk doen. Je kent dat. Oké, ja, je hebt een vraag. Oké, collega's, ik heb nu echt een keer oefening in een kopje koffie. Jullie zijn niet meer collega's. Goedemiddag leerlingen, we beginnen met het hoofdstuk rijbewijs. Rijbewijs is heel moeilijk, want we doen jullie boek op pagina 80, dit gaat over voorrang. Dit is een heel erg moeilijk hoofdstuk. Alsjeblieft, als je het niet verstaat, uitleg. Ik ga het uitleggen. Volgende week, leerlingen, beginnen we met het thema wonen. En daarin gaat het toch een beetje makkelijker zijn. Ja, Jonas, stel je vraag maar. Hoe oud dat ik ben? Ik ben nu 27. Sorry, dat kan wel te laat ben. Doe jullie boek open op pagina 84. Oké, dit is een kast. En weten jullie nog voor wat deze kast gebruikt werd in de tijd van Jezus? Nee, deze kast werd gebruikt om wijn in te slaan. Hij is heel kostbaar, dus blijf er af. Want we zijn in een museum. Afblijven. Kom, boek open, Leonard.
Ja, maar heb je er al iets proberen aan te doen aan de thuissituatie? Kunnen jullie als school daar niet tussenkomen? Nee, wij als school kunnen daar niet tussenkomen, hè. Ja, maar ik kan dat gewoon niet stoppen met roepen. Ja, maar probeer de volgende keer niet te roepen. Want dat helpt eigenlijk echt niet. Ja, maar... Ja. Ander onderwerp best zeker? Oké. Heb je goesting in koffie? Koffie? Sorry. Ah nee, je bent een leerling. Sorry. Oké, leerlingen. Dit is geen onkruid. Maar jullie gaan vandaag deze planten planten op de speelplaats. Goed opletten, want mooi afgesneden en nergens onkruid wil ik zien. Oké? Oké, hallo allemaal, welkom in de grootkeuken. Vandaag gaan we tiramisu maken. Wat we daar natuurlijk voor nodig hebben is eitjes en speculoos, denk ik. Handen wassen iedereen en doe het niet met drift, hè. Gewoon met zeep. Hier zijn we, hier zijn mijn bakje. De vraag van deze video: wat is jouw leukste leerkracht en wat is jouw leukste vak? Laat dat je zeker weten in de reacties. En natuurlijk, je krijgt een hartje. Oh, jullie zijn er alweer. Ik vond het grappig hoor. En dan, ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan zeker even op TVTube. We zitten nu aan zoveel abonnees. Hele dikke merci aan iedereen voor die 500 abonnees. Hopelijk kunnen we ooit... We zitten in de helft. Ja, eigenlijk, we zitten over de helft. We zitten aan... Ja, jullie zien het, hè. We zitten bijna bij 1000. Het gaat waarschijnlijk nog een paar jaar duren. Maar ja, bedankt voor de 500 abonnees. Vergeet ook zeker niet de vraag van de video. Wat is jouw leukste vak? En wat is jouw leukste leerkracht? Laat dat keer zeker weten in de reacties. En natuurlijk, je krijgt een hartje. Bedankt om het kijken. En dan zeg ik zoals altijd, later!